in zo'n tijd eens even per Zoom elkaar te zien, even te kwebbelen en gewoon even aan iets anders te kunnen denken. Aan iets prettigs, want we krijgen vanavond een hele mooie lezing van Tirza Levi Bernveld. Tirza is al haar leven lang bezig met geschiedenis van de Nederlandse Joden, specifiek met de Sefardische Joden, maar aan het einde van de jaren 70, toen ik als rondleidertje van het Joods Historisch Museum uit Utrecht kwam om dan in Amsterdam wat werk te doen, dan zag ik Tirza al. En dan was zij daar als conservator van het Joods Historisch Museum. En daarna is zij naar Jeruzalem vertrokken en is gaan studeren om een PhD te krijgen. Daar is zij ook in geslaagd. Zij heeft een PhD in Jewish Studies van de Hebrew University. En ze heeft zich gespecialiseerd in Europese geschiedenis van de vroegmoderne periode. En met name heeft ze zich toegelegd natuurlijk op de sociale en culturele achtergronden van de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam. Vroegmodern Amsterdam, de 17e en de 18e eeuw. Haar boek Poverty and Welfare Among the Portuguese Jews, of hier van de Sephardische cultuur. Daar gaan we ons dus vanavond ook mee bezighouden. Ik wil alleen heel even nog bedanken de Ergunule, want kijk, als ik het tot het eind bewaar, dan vergeet ik dat natuurlijk. Dus ik wil jullie gewoon bedanken, Ergunule Holland, Jeruzalem, die met grote ijver deze Zoom-bijeenkomst hebben georganiseerd. In het bijzonder James en Marion natuurlijk, maar ook anderen, dat weet ik wel. Heel erg bedankt. En Tirza wil ik ook van tevoren vast bedanken. Dat zij de moeite neemt om vanuit Amsterdam, waar zij woont, tot ons te willen spreken. Het onderwerp is, wat er op de uitnodiging stond, materiële cultuur van de Portugees-Joodse gemeenschap in vroegmodern Amsterdam. En ik laat het gewoon helemaal aan Tirza over om uit te leggen wat dat is. Want zij weet het veel beter dan ik. Tirza, ga je gang. Ja, dank je. Dank je, Gaia. Even zien. Ik zal even... Welkom allemaal. Leuk om jullie allemaal te zien. Sommigen ken ik beter of heel goed of iets minder. Bekende gezichten in ieder geval. Ik zal overgaan om mijn... PowerPoint te projecteren. En het is misschien handig om niet te veel beelden van iedereen te hebben. Horen jullie mij? Ja, er is iemand die... Oké. Okay. Ja. Want zo, hoe meer jullie jezelf of anderen zien, hoe minder jullie kunnen genieten van de plaatjes. Of, en dat is wel belangrijk om daarmee ook goed de lezing te kunnen volgen. Dus ik zal nu even overgaan tot de screen, tot mijn PowerPoint. Even zien. Slideshow from the beginning, here we are. Oh ja, zo. Oké. Materiële cultuur. Dat is het onderwerp voor vandaag. Het gaat over... ik denk dat jullie misschien sommige dingen zullen herkennen. Het gaat over aanpassing van cultuur, nieuwe omgeving, migranten. Dus hoewel het van toepassing is, het onderzoek is gedaan op basis van, de cultuur van de Portugese Joden in de 17e, 18e eeuw, zou je misschien ook iets naar deze tijd kunnen vertalen. Ik begin even met een beetje theoretische inleiding, maar dat gaat snel over tot veel plaatjes en vrolijkheid. Dus veel plezier. Wat zegt een interieur over identiteit? Daar gaan we samen naar kijken. Samen gaan we kijken naar het interieur van Portugese Joden in Amsterdam. Dus interieur van hun huis van de 17e, 18e eeuw. Want daar komen we objecten tegen die afkomstig zijn uit verschillende culturen. En daarmee kunnen we iets vertellen over hun
veelzijdige identiteit. En op basis van de analyse van heel veel inventarissen, boedels, kunnen we zien dat Portugese deel uitmaakte van een zogenaamde patchwork culture. Dat is niet een term die ik heb uitgevonden, maar wel een collega, een vriend van mij, Daniel Szczynski. Een cultuur bestaande uit diverse stukken. Want de identiteit van de Hollandse Sephardiem bevatte niet alleen kenmerken van de Iberische en katholieke wereld, want daar, voor hun komst naar Amsterdam, waren ze redelijk geïntegreerd in die Spaanse en Portugese samenleving. En dat waren ze ook in meer de internationale arena van die tijd. Toen ze eenmaal naar Amsterdam kwamen, of naar Noord-Europa, laten we het zo zeggen, werden die karakteristieken uit Zuid-Europa vermengd met concepten die ze met zich meenamen en in zich opnamen. Toen ze terugkeerden naar het geloof van hun voorouders als nieuwe Joden hier in de Republiek en elders in de Sephardische diaspora. Daarnaast maakten ze zich aspecten eigen van de Hollandse cultuur en ook van de culturen die ze onderweg tegenkwamen. En die diverse cultuur, dus die patchwork culture, kunnen we waarnemen op de manier waarop de Sephardim dachten, handelden, hun gemeenschap, helemaal uit het niets opgebouwd, vormgaven. Maar we kunnen die diverse cultuur ook waarnemen via de aanwezigheid van de objecten in hun interieur. Dan nog even iets over die objecten. Die zijn objecten in spullen in je huis. Zijn niet alleen handelswaar. Ze kunnen ook helpen om bijvoorbeeld je status te verhogen. Ze bepalen je de culturele en etnische identiteit van de persoon of van de groep. Ze helpen om je identiteit te bevestigen. Objecten dragen bij aan het afbakenen van grenzen. Wie ben ik en hoe onderscheid ik me ten opzichte van anderen in wat betreft bijvoorbeeld religie, levensstijl. En daarom kan het huis en zijn interieur ons de samenhang laten zien tussen het individu, zijn sociale netwerk en de buitenwereld. Objecten maken dan deel uit van een façadegebied. Misschien aan de voorkant proberen ze soms indruk te maken op de omgeving, respect af te dwingen. Maar het kan ook bedoeld zijn om te pronken naar de buitenwereld. Maar anderzijds kunnen die objecten ook een vorm van intimiteit en ontspanning brengen of dat ten doel hebben. Objecten daarom vertellen een verhaal. Ze geven niet alleen de persoonlijke biografie van een eigenaar weer, maar ook zijn manier van leven, zijn gedrag, sociale status, zijn prestaties. En ze tonen de waarde die het individu deelt met zijn gelijken en met de buitenwereld. Ze zijn een soort spiegel van jezelf. De identiteit van Portugese Joden in de Republiek is onderwerp van veel onderzoek geweest. Ook materiële aspecten, maar ze zouden meer aandacht kunnen krijgen. En daarom ben ik eigenlijk aan dit onderzoek begonnen. Die in de identiteit van de persoon, die kent vele lagen. We weten niet hoe die hiërarchie eruit zag. Ze kunnen ook die loyaliteit en die identiteit, kan die lagen daarbinnen kunnen tegenstrijdig zijn. Maar ze kunnen ook heel veel vertellen. Vertellen over, en in dit onderzoek dan vertellen over de identiteit van Portugezen als conversos nog op het Iberisch Schiereiland, als nieuwe Joden in Amsterdam en als leden van de Spaans-Portugese natie wereldwijd. Terwijl ze ondertussen dan in een Hollandse setting wonen en werken. Er kunnen diverse vragen gesteld worden. Kunnen we bijvoorbeeld ontwikkeling zien van een hele duidelijke Portugees-Spaanse identiteit naar een meer internationale of Noord-Europese cultuur.
kunnen we zien dat de Portugezen de Zuid-Europese cultuur naar het noorden verplaatsten en het vermengden met wat ze onderweg tegenkwamen. In hoeverre verhollandsten ze zich, pasten ze zich aan de Nederlandse of de Hollandse cultuur? Al dat soort vragen heb ik proberen te beantwoorden via onderzoek naar boedelinventarissen. Die kan je vinden in het notariële archief, in archieven van de Desolate Boedelskamer. Daar worden faillissementen geregistreerd. In de archieven van de Weeskamer. En dan heb ik heel veel via het notarieel archief dan in testamenten en inventarissen. Ik heb ongeveer zo'n 200 documenten bestudeerd. En dan is het natuurlijk vooral van de meer welgestelde Portugezen. Er waren ook heel veel armen. Daar heb ik een heel boek over geschreven. Daar ga ik nu niet over op in. Maar voor dit onderzoek natuurlijk, als je wat na te laten had, als je spullen had die verdeeld moesten worden, of als je schulden had en dat moest betaald worden, dan was dat vooral, als er een lijst van op werd gesteld, dan was dat vooral van de gegoede klasse. Op basis van de bestudering van die inventarissen kunnen we aan een verhaal beginnen. Die ons meer zal kunnen zeggen over die specifieke identiteit van Portugezen. En dan beginnen we als eerste. Misschien gaat niet verder. Oh, wacht even. Ik moet even naar de volgende slide. Ja, oké. Dan gaan we als eerste in op om even te kijken naar aspecten van hun identiteit die te maken hebben met hun leven op het Iberisch Schiereiland. Het Iberisch erfgoed dat ze eigenlijk meenamen naar het noorden. En hoe kunnen we dat zien? Ten eerste zien we heel erg dat ze Iberische modetrends volgden. We komen tegen dat ze Spaanse kleding droegen. Dat ze hun pruiken in Spaanse stijl wilden laten vormen. Maar we zien het natuurlijk ook in objecten. Sorry, even een slok. Objecten. En we zien bijvoorbeeld hier ze wilden een soort aristocratische uitstraling naleven. We zien op heel veel spullen van de Portugezen in Amsterdam dat hun wapens, hun familiewapens, werden gegraveerd. Als je in de boedelinventarissen kijkt, zie je vaak bij het entree van de huizen dat daar de familiewapens aan de muur hingen als een soort uiting van kijk ons, wij zijn de aristocratie of wij willen deel uitmaken van een aristocratische manier van leven. Dat was duidelijk ook deel van de Europese bourgeoisie, aristocratie. En ze waren al dan niet daar deel van of ze streefden ernaar deel van te worden. Daarnaast, en we zien dan hier even nog over die familiewapens, die zien we niet alleen op de spullen die we net zagen, maar bijvoorbeeld ook op Ouderkerk. Hier links een grafsteen, heel duidelijk met familiewapens erop. En dat zijn niet één, maar heel veel. En je ziet een gelijkenis met het grafsteen daarnaast. Dat is niet van Ouderkerk, maar in Delft. Van een Portugese, niet-Jood, katholiek, eigenlijk getrouwd met een dochter van het Huis van Oranje. En we zien hoezeer dit op elkaar leek. Daarnaast zien we dat zoveel mogelijk spullen van de Portugezen, van de well-to-do dan, ook hun gegraveerd werden met hun familiewapens. Hieronder een boekkaft van de familie met het wapen van de familie Pinto. En ook daarboven, hier we zien ook een Suasso familiewapen. En een familiewapen van de Teixeira de Matos familie. Dus een enorm streven naar een aristocratische levensstijl die we kunnen herleiden eigenlijk naar een internationale, maar vooral ook een Iberische cultuur. Behalve dat streven naar de imitatie van, zien we dat ze ook werkelijk
uit Spanje en Portugal veel spullen hebben meegebracht of die hier hebben aangekocht. Ze kwamen niet altijd met lege handen aan. Hadden vaak goed nagedacht over wat ze zouden meenemen, voor zover hun reis niet in vlucht was gemaakt. Geld werd overgemaakt, maar ook goederen werden soms vooruitgestuurd in koffers en kisten. We hebben daar ook een Spaanse kist. En of een schaal, we hebben hier zilveren schalen. Niet alleen van deze van Sara Cohen de Herrera, ook nu in het Joods Historisch Museum. Maar we zien ook dat ze zilveren borden meenamen. Sieraden, goud, zilver, andere waardevolle voorwerpen. Ringen, Spaanse ringen. En zo werd dat ook beschreven in de inventarissen. Want hoe kom ik hierop? Dan werd er geschreven Spaanse ring, Spaans munt, Spaanse, Portugese... schaal. Dus expliciet vermeld als een object van Iberische oorsprong. En dat namen ze natuurlijk niet alleen mee, deze spullen, omdat ze het mooi vonden en omdat ze eraan gehecht waren. Het was natuurlijk ook van waarde en het was heel belangrijk om waardevolle spullen in huis te hebben, omdat in tijden van nood je daar dan iets aan kon hebben. Gouden munten kwam ik tegen. Met specifiek beschreven als afkomstig uit Portugal, Spaanse kandelaren. En zo zijn er ongelooflijk veel spullen beschreven als Spaans en Portugees. Bijvoorbeeld ook Iberische meubels, Spaanse tafels, Portugese kist, Portugees bed. Ze kunnen dat meegenomen hebben. Ze kunnen dat ook in Amsterdam. Ze kunnen dat ook besteld hebben achteraf, laten komen. Ze kunnen dat ook in Amsterdam besteld hebben. Want, of elders in Europa. Want er was natuurlijk enorme handel in al die spullen. En Amsterdam was bij uitstek een stapelmarkt van allerlei producten. En bovendien werden hier ook die meubels nagebootst. We kennen misschien, kent u wel de Spaanse stoel? Die is niet uit Spanje, die was oorspronkelijk uit Spanje, maar die is hier dan als meubelstuk nagemaakt. En onderdeel van het Nederlands interieur geworden. Maar we zien dus in dat interieur van die Portugese Joden Spaanse kisten, kasten, tafels van Lisbons hout, Portugese ledikanten. En die ledikanten, we moeten ook zien dat dit soort spullen waren vrij uniek in Holland. We komen ze wel tegen, bijvoorbeeld in de inventaris van het Huis van Oranje, maar toch veel minder snel bij de elite in Holland. En daarnaast andere producten, Portugese manden, Spaanse matrassen, Spaanse dekens, spreien, Spaanse tafelkleden, Spaans zilver, Spaans glas. En Spaans en Portugese stoffen. Daarnaast aardewerk. En ik hoorde al iets zeggen, dat was toch van die opgravingen. Ja. De vorige keer, of een van de keren dat, waarvan ik weet dat, dat er een lezing was via Jeroen Allee Holland, was iemand aan het woord die vertelde wat er opgegraven was onder het Waterloopplein. En... dit zijn een van de voorwerpen die daar gevonden zijn, maar natuurlijk werd dat ook in de archieven vermeld. En het laat ook zien, het feit dat die spullen in die huizen waren, laat ook zien hoezeer ze nog gehecht waren aan de keramiek uit hun land van oorsprong. Je ziet bijvoorbeeld hier iemand die heeft Spaanse kannen, kopjes en potten. En ze zetten dat ook vaak op de kast, zo werd het beschreven. Dus zoals de Hollandse elite Delfts aardewerk op de kast had, zo hadden de Portugezen Spaans en Portugees aardewerk op hun kast of in hun huis, om ook hun identiteit duidelijk te laten zien. Hier Rachel Medina Gamis pronkte in haar beste kamer met 9 Spaanse potten en kopjes die ze ook op een kast had gezet. Dus soms waren ze dus voor dagelijks gebruik, maar soms ook voor uiterlijk vertoon. Vaak met, zoals we hier zien, familiewapens, namen. Soms ook Iberische landschappen en ook dat gevoel van trots op hun Iberische afkomst.
En die spullen kunnen ze ook hier weer, die spullen kunnen ze hebben meegenomen. Ze kunnen ze ook besteld hebben in Spanje en Portugal of elders in Europa, want het werd wel overal geproduceerd. Even zien. Maar in ieder geval toont het aan de intieme relatie die Portugezen na hun aankomst in Amsterdam of in Den Haag nog hadden met hun land van origine. En hoe in documenten lees je ook nog vaak dat ze veel heimwee hadden. Maar, en dat is dus dat is heel duidelijk hier ook wel het geval. Het vulde hun huis, maar het vulde ook hun hart. Dat is één aspect van hun identiteit, die Iberische identiteit. En we gaan nou door naar het volgende aspect, de internationale dimensie van hun identiteit. En we zien dat die Iberische sfeer in hun huis enigszins geneutraliseerd wordt door een internationale oriëntatie. Ze waren natuurlijk ook al voor hun komst in de Republiek actief in internationale handel, op de hoogte van invloeden vanuit verre gebieden. En dat gold ook eigenlijk voor de koopmansklasse hier in Amsterdam of in de Republiek. Zoals ik al zei, Amsterdam had zich tot een internationaal wereldcentrum ontwikkeld. Je kon hier ook al die exotische producten kopen. En behalve het Nederlands patriciaat kochten ook de Portugezen allerlei exotische spullen. We zien hier bijvoorbeeld de Turks tapijt op tafel. Dat hadden de Portugezen ook. En Oost-Indisch textiel kwam ik tegen. Chinees porselein, behalve dus die naast dat Portugese porselein. Franse bijzettafels, Japanse kasten, you name it. Dat werd ofwel in Amsterdam aangeschaft of elders in Europa. En daar stonden ook hun huizen vol van. Daarnaast, als we het hebben over die internationale oriëntatie, zien we dat ze kaarten hadden. Kaarten aan de muur, in de hal of in hun mooiste kamers. Kaarten, bijvoorbeeld van Brazilië. Misschien waren ze daar geweest. Misschien wilden ze zich oriënteren. Gingen ze er weer naartoe. Kaarten van Europa, van de wereld. Globes van blauw komen we tegen. Al dit soort objecten tonen hun internationale oriëntatie en hun internationale elan. Daarnaast ook te maken met internationale oriëntatie was de aanwezigheid van schilderijen. We komen nog terug op andere, maar eerst de portretten van staatslieden die menig Hollandse elitefamilie aan de muur had. Ik moet daarbij aantekenen, schilderijen kwamen ontzettend veel voor, hingen heel veel in het Nederlands interieur. Er zijn in de 17e en 18e eeuw ongeveer 5000 schilderijen geproduceerd. Nee, schilders. 5000 schilders produceerden 5 tot 10 miljoen schilderijen. Veel meer dan ik net zei. Er was dus een overvloed aan schilderijen. Dat werd ook wel opgemerkt door bezoekers. En de Portugezen moeten ook enthousiaste kopers zijn geweest. En bij hun hingen ook portretten aan de muur. En ten eerste portretten dus van koningshuizen. Net zoals de elite in de Republiek, in het Huis van Oranje. Ondanks het feit dat ze met al die koningen en oorlog voeren, hadden ze... had ook het Huis van Oranje een portret van de Franse koning, van de Spaanse koning, et cetera, aan de muur. En hetzelfde kon je ook aantreffen onder Portugezen in de Republiek. Er was iemand die had bijvoorbeeld de stadhouder Frederik Hendrik aan de muur. En het toont wel niet alleen het internationale elan, ook een soort identificatie al met het Huis van Oranje. Door Portugezen. Daarnaast, dus als we het over schilderijen hebben, behalve die portretten van koningen, prinsen, prinsessen en stadhouders, komen we heel veel schilderijen tegen die iets vertellen over hun internationale visie op dingen, over en hun, ook hun interesse in de
wereldgeschiedenis. We zien hier bijvoorbeeld twee historische schilderijen. Ik moet even vertellen nog daarbij dat ik niet specifiek deze schilderijen heb aangetroffen. Want de maker van een schilderij wordt bijna nooit in een inventaris vermeld. Maar wel het onderwerp, dus de slag bij Chatham of de herinname van Naarden. Of een geschiedenistafereel, een bataille. Dat soort dingen worden vaak vermeld. En daar heb ik dan plaatjes bij gezocht of specifieke, de onderwerpen specifiek daarbij hier geïntegreerd in de PowerPoint. Maar die internationale oriëntatie had ook, kon je ook afleiden uit het feit dat ze zich bezighielden met wereldgeschiedenis, met mythologie, met filosofie en met de schilderijen die daarvan op deze onderwerpen aan hun muren hingen. Bijvoorbeeld kom je tegen een genre schilderij. Hier rechtsboven zie je hondenkoeter. Dat is een van de weinige schilders die ik heb kunnen identificeren. En dan staat er hennetjes van hondenkoeter. Maar verder een landschapsschilderij, zoals ik hier rechts van Van Gooien heb genomen. Een luidspeler van Frans Hals, maar er staat dan een luidspeler. Er staat bijvoorbeeld een Vanitas schilderij, zoals linksboven. Of de vijf zinnen, hier in het midden links. Dat is het gehoor. Of een mythologisch schilderij, zoals ik een schilderij heb aangetroffen, beschreven als een schilderij van Bacchus. En we zien hier een schilderij waarin Bacchus Ariadne probeert te beschermen. Dus dit soort schilderijen die we aantreffen in het milieu, in de huizen van de Portugezen, toont aan in hoeverre ze toch heel erg internationaal georiënteerd waren, ondanks het feit dat ze ook die Iberische identiteit met zich mee droegen. En daarnaast komen er ontzettend veel portretten tegen, dus niet alleen die portretten van die staatshoofden, maar ook portretten vooral in de gastenvertrekken, die tegelijkertijd ook de huiselijkheid, intimiteit van de Sephardis, van het Sephardisch gezinsleven aantonen. En soms zien we dat die portretten ook moeten zijn meegenomen, dat weten we niet precies, uit het Iberisch Schiereiland, want we zien dat er wordt verwezen naar portretten van ouders en grootouders en dat ze met zorgvuldigheid behandeld moeten worden en overgedragen moeten worden naar de volgende generatie. Er zijn portretten bekend van ook van Sefardische rabbijnen. We weten een van Menashe ben Yisrael. Maar hier hebben we bijvoorbeeld een van de artsen Efraim Bueno hier beneden en dan de Suasso's, beroemde portretten uit het Joods Museum nu. Van Don Francisco Lopez Suasso, Abraham Israel Suasso. Maar er waren ontzettend veel meer in boedelbeschrijvingen. We hebben ze niet meer, maar in de boedelbeschrijvingen komen we ontzettend veel familieportretten tegen die met dezelfde egaars behandeld dient te worden, zo staat het althans beschreven. En zo zien we dat Portugese Joden, als we naar het interieur kijken, hetzelfde gedrag vertoonde als de elite van hun omgeving en zich vaak wilde aansluiten aan de manier waarop de Europese bourgeoisie zich gedroeg en zich verhield tot de omgeving. En al met al was dit soort gedrag een deel van hun cosmopolitische identiteit. Maar er was meer. Dus we hebben Iberisch gehad, we hebben internationaal gehad. En what about de Joodse identiteit? Ze kwamen natuurlijk terug. Ze hadden generaties lang geleefd als katholieken en kwamen terug naar het geloof van hun voorouders. Werden nieuwe Joden, zoals ik al eerder noemde. En daar komt gepast trots bij aan te pas, en dat zal ik ook aantonen. Ze waren heel erg trots, althans als ik afga op hoe zij omgingen met ceremoniële voorwerpen.
Ze waren ontzettend trots op hun herwonnen Joodse identiteit. En dat kunnen we dus ook aflezen aan de resten van hun materiële cultuur. Ze waren trotse bezitters van ceremoniële kunst. Niet alleen om te gebruiken, maar ook om te laten zien. En te laten zien in hun beste kamers, waar ook niet-Joden op bezoek kwamen. We zien bijvoorbeeld dat ze hebben Shabbatlampen, Chanukiot. Die komen we bijna altijd tegen in betere of minder mooie vorm en uitgaven en waarden. Maar die komen we heel veel tegen in de interieurs. En daarnaast ook bijvoorbeeld Pesachservies. Dit is een Delft bord. En is opgegraven onder het Waterlooplein. Misschien is dat al tijdens die andere lezing getoond. Daarnaast zie je vaak esterrollen. Soms heel erg waardevol vanwege de zilveren filigraancilinders. Waarin ze zijn verpakt, maar er waren ook goedkopere. Je komt tegen gouden amuletten, talitot van zijde, van kant. Alles beschreven in hun inventaris. Kiddushin en ook Torah, Sifre Torah. Dus niet alleen in de synagoge, in de snoge, maar ook thuis. Trots in een, ofwel in een prachtige kist, ofwel getoond. Trots op hun traditie, herwonnen traditie. Inclusief ook de rimonim, de mantels, tentoongesteld in hun pronkkamers. En heel belangrijk, omdat waarom belangrijk? Niet alleen omdat ze dat in hun beste kamers lieten zien, maar ook omdat ze heel duidelijk omschreven in hun testamenten dat dit mag nooit, net zoals met de schilderijen, nooit uit de familie moet overgedragen worden, binnen de familie blijven en zeer zorgvuldig worden gekoesterd. De plaats van die ceremoniële voorwerpen waren eigenlijk overal, maar vooral in de keukens zien we vaak een minder mooie uitgave van brons. We zien hier bijvoorbeeld links zo'n Shabbatlamp in de eetkamer. Hier wordt de seider gevierd. In de eetkamer of in de pronkkamer zien we vaak dure, waardevolle, zilveren Shabbatlampen, als het een welgestelde familie was. En dan in de keuken vaak, als er een verschil was tussen een eetkamer en een eetkamer en een keuken, maar in het eetvertrek in ieder geval, zien we dan een wat eenvoudigere versie van zo'n Shabbatlamp. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een Chanukia. En ook in hun pronkkamers, behalve dus de Sifre Torah, de zilveren Shabbatlampen, de zilveren Chanukiot, de talitot van zijde, met vaak hun ook weer hun wapens erop geborduurd, zien we ook veel gebedenboeken met juist de mooie daarvan, met prachtige leren banden, voorzien van zilveren of gouden sloten, ook vaak trots, openlijk getoond in hun beste kamer. En eigenlijk dus daarmee een uiting van die religieuze, die trots op de religie, op die herwonnen etnisch-religieuze identiteit. Aan de muur hingen ook vaak schilderingen of schilderijen met Bijbelse tafereelen. Ook die zijn weer een uiting van trots op hun herwonnen Joodse identiteit. Ik moet daarbij de aantekening maken dat ook in een Hollands interieur ontzettend veel schilderijen met Bijbelse tafereelen, natuurlijk ook van het Nieuwe Testament, maar ook van hier zien we een familie in Lenkhuizen en daar rechtsachter zien we een schilderij van de Akedat Yitzchak. Dus het feit dat Bijbelse tafereelen op schilderijen veel werden opgehangen in het Joodse, in de Joodse, Portugees-Joodse families, was niet zozeer uniek, maar want dat kwam in het algemeen ook veel voor.
En ook bijvoorbeeld het Huis van Oranje was trots bezitter van afbeeldingen van de Akedat Yitzhak of van koningin Esther. Maar in het algemeen kwam toch de trots naar voren van de Joodse identiteit. En we zien hier weer diverse onderwerpen die ik heb aangetroffen in die inventarissen. Niet specifiek dus deze schilderijen, die kon ik niet zozeer identificeren, maar wel qua onderwerp. David en Abigail, Akedat Yitzhak heb ik al een paar keer genoemd, Jacob en Rachel, Esther, koningin Esther, en dan Isaac en Jacob. Yitzhak naar Jacob. En ook wandtapijten, die hadden ook vaak onderwerpen uit de Joodse geschiedenis. Daarnaast zien we in de hallen en in de kamers heel veel kaarten ook van Eretz Yisrael, van de Beit HaMikdash, afbeeldingen van Jerusalem. Schilderijen van, met Hebreeuwse letters. En last but not least, heel veel schilderijen van, of heel etsen en schilderijen van. Hilda. Van de aan die bezoek. Oké, tot daarba. Veel schilderijen en etsen van de Snoga, die in 1675 werd ingewijd. En we zien dan ook hoezeer ze daar trots op waren, hoe belangrijk, dat zagen ze als een soort achievement, een prestatie, wat ze hadden bereikt. Dus die trots op hun Joodse identiteit is een heel belangrijk onderdeel van hun zijn. We moeten wel nog de aantekening maken dat als we alleen maar naar die schilderijen en voorwerpen zouden kijken van Joodse origine, zouden denken, nou, dat is een heel Joods interieur, maar zo zag het er niet uit. Ik heb een onderzoek gedaan naar wat betreft de schilderijen en we zien dan dat schilderijen met een religieus thema, 16% bijvoorbeeld van het totaal aan schilderijen uitmaakte. En in de 18e eeuw ging dat percentage zelfs achteruit. Dus we zien dat schilderijen met een religieus onderwerp samen naast elkaar, naast de schilderijen hingen met een seculier onderwerp. Dat was ook bij niet-Joodse gezinnen zo het geval. Dus we zien bijvoorbeeld in één interieur, daar heb je Akedat Yitzhak en daarnaast een landschap en daarnaast een echtpaar, een schilderij van een echtpaar. Of koning Salomon samen met een landschap, stillevens en een schilderij van de vijf zintuigen. Dus het was allemaal een soort mishmash, alles door elkaar, maar wel duidelijk is erbij aan te tonen dat we kunnen spreken over een diverse identiteit. En dat ook die Joodse, dat Joodse aspect van die identiteit toch heel belangrijk was. En nu komen we bij, op weg naar integratie noem ik het, in hoeverre werden ze beïnvloed dan door hun directe omgeving, het Hollandse milieu? Als we kijken, ten eerste als we kijken naar dat interieur van de Hollandse elite, dan zien we, en dat heb ik al eerder verteld, dat niet zoveel afweek van wat de Portugezen hadden, behalve dat de Portugezen dan die Joodse elementen en die Iberische elementen hadden. Maar allebei hadden ze een, als ik het over de elite heb, een vrij flamboyant interieur. Ik denk bij de Portugezen dat het nog wat aristocratischer uitzag, wat rijker eruit zag, wat expressiever dan bij de Hollanders, die toch wat soberder leefden en er minder luxer levenspatroon op nahielden. Maar we zien wel dat de Portugezen ook wat meenamen van de Hollandse omgeving, uiteraard. Bijvoorbeeld ging steeds meer het Portugees aardewerk, het Delfts aardewerk, het Portugese vervangen. We zien nu ook dat er kisten op zolder gingen staan met Portugees aardewerk.
en dat er Delfts op de kasten werden geplaatst. We komen woordenboeken en grammatica's tegen in de Hollandse taal. We komen de stoof tegen in het Portugese milieu. Hier zien we zo'n dienstmeisje de stoof brengen naar de gasten die net binnenkwamen op kraambezoek. En die stoof wordt als zodanig ook vermeld in die Portugese inventarissen. We zien dat het ceremonieel ook Hollandse invloeden, het Joodse ceremonieel Hollandse invloed kreeg. Bijvoorbeeld hier rimoniem in de vorm van de Westertoren. En daarnaast zien we ook dat de Portugezen gewend leken te raken aan het Hollandse landschap. Want we komen gezichten tegen op de Amstel, schilderijen dus van gezichten op de Amstel, gezichten op de Rijn. Aan de Amstel waren ze natuurlijk heel erg gehecht en ook gewend, want heel veel met de tijd kochten zomerhuizen aan de Amstel en de Vecht. Hier vlakbij en ook even wat verderop. We zien dat ook de aspecten van die Hollandse cultuur binnendruppelden in die identiteit. En ook hun een nieuwe laag in die identiteit van de Portugezen aanbrachten. We gaan naar een conclusie. Als objecten dus onze identiteit weerspiegelen, wat kunnen we dan zeggen van de materiële cultuur van Portugese Joden in de Republiek? We kunnen zeggen dat ze een migrantensamenleving par excellence, bij uitstek vormden. Vaak dragen migranten hun cultuur met zich mee en die zetten ze elders voort. En naarmate de tijd verstrijkt, dit zult u allemaal helemaal herkennen, neemt de invloed van die oude cultuur af en komt er een langzaam proces op gang van aanpassing aan de nieuwe omgeving. We zien dat hier bijvoorbeeld in een plaatje van een directeur-generaal van de West-Indische Compagnie in Afrika, West-Afrika. We zien dat hij hier helemaal Hollandse spullen bij zich had en om zich een beetje daarin thuis te voelen. En Portugezen namen dus, als de omstandigheden dat al ons toelieten, heel veel Iberische spullen mee. Die stuurden ze vooruit, namen ze mee, stuurden ze vooruit, bestelden ze achteraf, zodra zij zich dan soms hier in de Republiek gevestigd hadden. Het was blijkbaar voor hun belangrijk om zich te laten omringen door objecten van het land van herkomst. En dat was zo, dat is niet alleen specifiek voor de Portugezen, dat is voor migrantengroepen in het algemeen. Ze waren trots op hun afkomst. Als vaak goed geïntegreerde inwoners van het Spaanse en Portugese Rijk, hadden veel ambitie om zich bij aristocratische kringen aan te sluiten en de internationale hofcultuur. En die levensstijl bootsen ze na en daar kunnen we ook voorbeelden van zien in hun interieur in Amsterdam. Dan waren ze als moderne Europeanen thuis in de wereld van de internationale cultuur, van geschiedenis, van filosofie, van klassieken. We kunnen dat aantreffen in hun bibliotheken en ook in hun schilderijen aan de muur. We zien de globes, de kaarten, die ook blijk geven van internationale oriëntatie. En in combinatie met allerlei exotische objecten van ver en dichtbij. Dan gaat hun identiteit, die al veelzijdig was, een nieuwe koers varen, namelijk bij aankomst in de Republiek gaan ze zich openlijk als Joden manifesteren en komt er een nieuwe dimensie aan hun identiteit, wat zich vertaalt in de aanwezigheid van ceremoniële objecten, van zilver, van goud, zijde, van kostbare materialen, van afbeeldingen met bijbelse thema's, met afbeeldingen van Eretz Israël, met afbeelding van de Eshnoga die we net zagen. En dan daarnaast ook toegevoegd, die werden toegevoegd aan hun grote collecties van vaak landschaps- en genreschilderijen en schilderijen met mythologische voorstellingen. En de verzameling van die schilderijencollectie werd dan compleet gemaakt door een indrukwekkende serie staats- en familieportretten.
die verzameling al met al werd zorgvuldig aan de volgende generatie overgedragen. En hoewel dat contact met collega's en familie op het Iberisch Schiereiland en in de Sephardische diaspora een hele lange tijd intensief bleef, kwam langzamerhand ook wel de invloed van de Hollandse omgeving naar binnen. En daarom kunnen we zeggen dat die vroegmoderne cultuur, die materiële cultuur van de Portugese Joden heel divers was. De patchwork culture, die ik noemde, die een breed spectrum aan invloeden vertoonde. En die combinatie van die onderdelen, Iberisch, internationaal, Joods, Hollands, maakte hun identiteit uniek in de wereld waarin ze zich begaven. Zowel uniek voor de Joodse wereld van die tijd, maar ook uniek voor de niet-Joodse wereld van die tijd. En hier laat ik het dan bij en geef ik ook even kans om vragen te stellen. Ik ga even uit, ja, even uit de PowerPoint. Is er iemand die vrijwilliger is bij het stellen van vragen? Ik wil eigenlijk ook wat vragen, omdat er nog niemand is die zich opwerpt. Zijn er nou eigenlijk grote verschillen in de elite? Het is natuurlijk een verschijnsel van de elite. Mm-hmm. Maar die Nederlanders, dus de niet-Joodse Nederlanders. Jij zegt ze kenmerkten zich door grotere soberheid. Maar als het kooplui waren, was het dan niet zo dat ze ook internationaal georiënteerd waren en ook gelovens hadden? Ik heb het alleen over gehad. Ze waren misschien iets soberder dan de Spaans-Portugese Joden qua interieur, maar ik sluit helemaal niet uit. En ze waren vanwege hun internationale activiteiten, zij hadden ook al die die Franse tafels, Japanse kasten, et cetera, in huis. In dat opzicht verschilden ze niet veel van elkaar. Waren ook heel erg gericht op het belang van hun familie. Hadden ook familiewapens, droegen ze ook. Het is meer dat ik vermoed of laat zien dat, of kan aantonen dat hun interieur misschien iets minder flamboyanter uitzag dan die van de Hollanders. Maar het sluit niet uit, zij hadden ook de globus van blauw, ze hadden ook kaarten, ze hadden ook heel veel schilderijen. Dus in dat opzicht waren ze, ja, was er een soort internationale elite die qua levensstijl niet veel van elkaar verschilde. En daar passen de Portugezen ook goed in. En dan hadden niet-Joden waarschijnlijk een Statenbijbel liggen. Ja, en die hadden ook allemaal gebedsboeken. Ja, die zie je ook met prachtige sloten van zilver en van goud. Dat was allemaal hetzelfde. De inhoud was soms wat anders. Maar de uiterlijke vormen waren wel gelijk. Ik zie in de chat zie ik één vraag. Ja, Marcelle vraagt wanneer dat is gaan veranderen. En dan, Tietza, kun je nu nog kenmerken aangeven van de Joodse mensen van Portugese afkomst? Dus eerst over wanneer ging veranderen? Je bedoelt de aanpassing, dat ze Hollandser werden, dat er meer dat ze zich meer afwenden van die Iberische cultuur misschien. Ik denk dat we dat moeten plaatsen zo eind 18e, begin 19e eeuw. Dat hun banden, kijk, ze kwamen, de eerste generatie was net gekomen en had hele sterke banden met dat Schiereiland. Maar naarmate de generaties langer hier waren, was die Joodse identiteit misschien bleef wel sterk, maar de Iberische werd zwakker. En wanneer dat was, ik denk, ik zou dat plaatsen eind 18e eeuw ongeveer. En wat deden ze dan met al die spullen? Nou ja, zoveel spullen zijn verloren gegaan. Hoe bedoel je, de Iberische spullen?
Dat weet je niet, dat werd soms verkocht. Misschien bleef dat. Ik heb geen onderzoek gedaan naar interieuren. Je zou dat de interieuren moeten vergelijken van de 19e eeuw en 20e eeuw. Dan kan je dat werkelijk iets over zeggen. En kan je het ook plaatsen precies in de tijd. Maar ik heb dat onderzoek gedaan tot 1750. En daarvan zie je dat de Iberische invloed bijvoorbeeld nog sterk was. Zie jij de chat? Want er staat dus ook een vraag. Oké, wacht even. Kun je nu nog kenmerken? Oké. Ja. Nu nog. Maar ik weet, kan die vraag begrijp ik niet precies. Hebben ze dan nog één of twee dingen? Oh, ik denk dat heel veel families, tuurlijk hebben de familie. Ik heb nooit spullen opgevraagd bij de families thuis. Maar ik neem aan dat de familie. Palace, familie de Pinto, dat die nog wel spullen in huis heeft van hun voorouders, zeker. Als het niet, soms zijn die spullen dan aan een museum gegeven. Dat kan ook zijn als het erg. En er zijn natuurlijk in het Joods Museum heel veel spullen van de families. Van de Pinto's, van de Suasso's, et cetera. Dus als het niet thuis is, is het in een museum. En ze zijn er nog wel, uiteraard. Helaas niet allemaal. Jochai Koppenhagen wil wat vragen, want hij heeft zijn hand opgestoken. Ja, bedankt. Goedenavond. Ten eerste bedankt voor een uitstekende lezing. Ik wou alleen misschien aanvullende opmerking maken in verband met materiële stoffen en ook misschien eventjes vermelden de ontroerende goederen die de ultrarijke Portugese Joden hadden aan zomerhuisjes langs de Vecht. En ik weet dat omdat mijn vader daar speciaal een boekje over heeft gepubliceerd. Een bibliografische beschrijving van die zomerhuizen langs de Vecht. Misschien ken je dat boekje wel. Ja, zeker. Nee, dat was natuurlijk, daar waren ook, ze hadden heel veel spullen. De spullen die worden vaak gescheiden, geïnventariseerd. Dit is in het huis aan de Nieuwe Herengracht. En in ons huis aan de Vecht of aan Maarsen, is nog dit en dat en dat. Maar die huisjes zelf, op zichzelf, waren ook een bewijs van hun materiële status. Ja, absoluut. En dat hun aanpassing aan de omgeving, om zo hun rijkdom te investeren. Ja, tentoon te spelen. En ook om die levensstijl na te bootsen. Dus net en als je veel spullen hebt, moet je ook grote huizen hebben, anders kan je ze niet plaatsen. Ja, precies. Ja. Bedankt, zeker. Enorm interessant. Leuk, dank je wel voor je opmerking. Herkennen jullie veel, ik weet dat in mijn tante, helaas overleden, Mirjam Pinkhoff in Gefa, toen ik daar voor het eerst kwam, was ik getroffen door het feit dat ze rond haar haard allemaal Hollandse tegeltjes had laten inmetselen. En dat toont ook weer aan haar verbondenheid met Nederland, terwijl ze heel erg actief in Israël een nieuw leven heeft opgebouwd. Maar die verbondenheid, die link naar het land van oorsprong, vond ik heel duidelijk naar voren komen. En ik neem aan dat jullie dat zelf ook wel ervaren. Ook bij haar was het ook het koken op zo'n heel ouderwetse kookstel, wat ik alleen maar van mijn grootouders kende. Dat herinner ik me niet meer. Etna. Etna. Ja, maar ze had wel heel veel Hollandse spullen. En die hadden dat ook verscheept, maar ook en al die tegeltjes, dat vond ik ook heel bijzonder. En, ja. Wie wil er nog iets vragen of zeggen? Is er vergelijkbaar onderzoek gehouden onder Sephardische Joden elders, bijvoorbeeld Saloniki? Nee. Nou ja, dat is een hele andere wereld. Hè? De Sephardische diaspora aan de oostzijde van de Mediterranee is een hele andere wereld dan in het Westen. Met een andere geschiedenis, omdat daar zijn de gemeenschappen opgericht. En sinds 1492 als Joden, die als Spaanse Joden weg zijn gegaan naar het Iberisch Schiereiland. In de westerse diaspora zijn de centra opgericht door de mensen die bleven, de Joden die bleven, die gedwongen zijn om katholiek te leven en dat generaties hebben gedaan. Dus
Het is een hele andere wereld, die kan je niet vergelijken. Je zou wel kunnen vergelijken interieur met Portugezen in Londen. Ik zie dat hier ook staan. New York. Maar daar is helemaal geen onderzoek naar gedaan, naar de materiële cultuur. Of in ieder geval niet naar in die tijd naar het interieur van Portugezen daar. Ook niet in het Caribisch gebied. Er moet nog veel werk gedaan worden. Kan niet alles. Ja. Ik wilde graag iets vragen. Is dat mogelijk? Ja, dat mag. Mag ik dat? Okay. Mirjam Dobby. Ja, nou, ik wil eventjes zeggen dat ik ook van Sfardische afkomst ben en ook van Ashkenazische afkomst. Mm-hmm. Oké, ik wilde hier iets vragen. In de 17e eeuw, eind 17e eeuw, begonnen de Ashkenazische Joden naar Nederland te komen. Wat voor relatie hadden de Sfardische Joden met de Ashkenazische Joden? Ja, dat is weer een hele voor de volgende lezing. Oké. Nou ja, daar is zoveel over te zeggen. Ten eerste kwamen ze al al vanaf 1615 of zo kwamen de eerste Ashkenazim het land in. Ja. En 1635 is de Ashkenazische gemeente opgericht. En daar is een heleboel over te zeggen. De Portugezen hadden enerzijds wel een soort... voelden zich daarboven verheven en probeerden hun gemeenschap heel erg af te scheiden van de Hoogduitse gemeente. Anderzijds zie je heel veel interactie, zoals bijvoorbeeld in de drukkerijen. Ze werkten heel veel samen, ook overal. Ashkenazische dienstmeisjes kwamen bij de Portugezen schoonmaken. Er waren Ashkenazische knechten. Maar naarmate de tijd... verliep, was de relatie meer evenwichtig en was er ook heel veel samenwerking op erg veel gebieden. Dus, maar dat is, ja, daar is een heleboel over te vertellen. Een langzame ontwikkeling door de tijd heen. Maar die Ashkenazische cultuur, heeft die dat overgenomen een beetje van de Sfardische Joden? Want in die huizen waren dus ook veel... objecten, menorahs en... Ja, nou qua Joodse cultuur... Delftblauw, etc. Ja, die Ashkenazim kwamen natuurlijk uit een hele andere cultuur. Heel Joods. Die hoefden niet te leren over het Jodendom. Die hoefden geen Hebreeuws te leren. Die hadden dus een hele andere oriëntatie. Die namen geen spullen mee uit... die waren ook, kwamen althans in het begin vrij arm aan... werden ook geholpen door de Portugezen. Ze hadden wel qua interieur heel veel Joodse objecten. Anderzijds veel minder schilderijen met van allerlei mythologische afbeeldingen, et cetera. Dus het was een veel minder geschakeerd interieur. En veel Joodser eigenlijk. Maar er is nog heel veel over te zeggen over de verhouding tussen Ashkenazim en Sfaradim in Amsterdam of in de Republiek. Maar ja, dat is echt weer onderwerp voor een nieuwe lezing. En al die mooie voorwerpen, is daar nog iets van overgebleven na de oorlog? Nou, in het museum heb je nog wel wat. Je hebt, je hebt natuurlijk Torahrollen, je hebt Talitot. Er zijn ook Chanukiot die nog van die tijd stammen. Niet zoveel, maar er is wel wat. Er is wel iets overgebleven. Ja. Goed. Is er echt niemand meer die nog wat wil vragen? Ja, ik wou iets technisch vragen eigenlijk. Ja. Ik weet niet, in de Portugese synagogen staan dus de Sifrei Torah aangekleed zoals ze aangekleed zijn. Dus bijna gelijk aan de Ashkenazische. Maar als je dan een stukje verder gaat naar rechts, naar Irak en Iran, dan zijn ze opeens in kasten. Ja. En waar ligt die scheiding precies? Ja, weet ik niet. Ik denk dat te maken heeft met de cultuur waarin ze zijn gemaakt. Waarin ze leven. En ik heb dat nooit, dat is een mooie, goede vraag, maar ik heb dat nooit begrepen wat het verschil
hoe dat verschil tot stand is gekomen en waarom. Ik weet wel iemand die daar een antwoord op kan geven, professor Sabar. Die zit in Jeruzalem, maar ik zal hem vragen. En dan via Gaia zal ik het aan. Shalom Sabar. Sabar, ja. Professor ja. Sabar. Oké. Okay. Shalom Sabar. En hij weet heel veel van dat soort, dit soort... Ben je wel eens tegengekomen? Cultureel antropologisch onderzoek doet hij. En hij weet veel van dit soort aspecten. Dan weet ik, dat heb ik zelf niet... Ik ben nooit een antwoord daarop tegengekomen. Nou, ik heb veel gereisd in Oost-Europa. En af en toe kom je in Bulgarije, wat dus eigenlijk veel Sfardisch is dan anything else eromheen. Daar kom je ze wel tegen. Maar ik heb dus jaren in Hongkong gewoond. Er waren alleen maar van die kasten. Die kwamen allemaal uit Irak via Calcutta. Ergens houdt het op, waarschijnlijk bij de Galatea-brug in Turkije of zo. Zoiets. Die kreeg je niet overheen of zo. Ja, maar het is wel opvallend dat er zo'n verschil is. En ik weet ook niet wat daar aan ten gronde ligt. Of hoe dat komt. Het heeft met de cultuur van de omgeving te maken, neem ik aan. Maar... hier werden in West-Europa was het allemaal met mantels, ook in Venetië, in Livorno. En die mantels werden ook zelfs vanuit Venetië of Livorno geïmporteerd hier naartoe. Dus er was blijkbaar die traditie is van hier en niet die kisten. Anderzijds kan je zeggen dat ze begonnen in Amsterdam met rabbijnen uit de Levant, uit Venetië, maar ook uit Istanbul en Noord-Afrika. Dus waarom zijn dan niet die kisten ingevoerd? Het is wel zo dat ik die Torah-mantels in de huizen in kisten tegenkom. Dat is een andere zaak. Deze kisten kun je gewoon openmaken voor... Ja, ik weet het. Museum Yisrael kan je ze zien. Precies. Ja, ik weet het precies. Ja. Maar het is een interessant aspect. Ik zal het navragen. Oké, bedankt. Overigens een prachtige presentatie. Echt genoten. En dank je. Het was allemaal heel erg mooi wat ze zagen. Heel erg mooi. Mm-hmm. Als een museum. Ja. Tirza, ik wil je ontzettend bedanken. Okay. En ook het publiek wil ik heel erg bedanken. En ik geef dan nu het woord terug aan Marion, de voorzitter van de Irgun Olay Holland in Jeruzalem. Allemaal bedankt. En Marion, ik heb niet veel toe te voegen. Heel hartelijk bedankt. Het was heel interessant. En ik was blij dat jullie er allemaal aanwezig zijn. En misschien met de hulp van Gaia, in ieder geval hartelijk dank aan Gaia, want anders hadden we nooit deze mooie Zooms gehad. Hopen we dat we hiermee door kunnen gaan. Oké. Okay. En eigenlijk hoop ik dat we elkaar misschien spoedig echt kunnen ontmoeten. Dat zou nog leuker zijn. Maar dat zit er misschien nog niet in. Vanuit Nederland een beetje lastig. Ja, is een beetje lastig, ja. Nou ja, Zoom is ook een oplossing in ieder geval. Waarom? In ieder geval, ik wens allemaal een goede en een prettige en een vrolijke Purim, ondanks alle omstandigheden buiten ons om. En tot ziens. Tot ziens. Ja, dankjewel, tot ziens. Leuk jullie te zien. Bye bye. Dag allemaal. Bedankt.